Hans van Houwelingen wint de Wilhelmina Ring Oeuvreprijs. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. Maandagmiddag werd in de balzaal van Paleis het Loo de Wilhelmina Ring Oeuvreprijs uitgereikt. De prijs die eens in de twee jaar aan vooraanstaande Nederlandse beeldhouwers wordt toegekend, ging dit keer naar Hans van Houwelingen. Meneer Estmeijer, wat houdt de Wilhelmina Ring precies in? De Wilhelmina Ring is de oeuvreprijs voor de Nederlandse beeldhouwkunst. Dat betekent dat het totale werk van een Nederlandse beeldhouwende kunstenaar, dat wordt gewaardeerd met de Wilhelmina Ring. Het is eigenlijk de promotie niet alleen voor die ene kunstenaar, maar eigenlijk voor de beeldhouwkunst in zijn algemeenheid. Want daar is in Nederland toch te weinig aandacht voor. Al die beelden die langs de weg staan, al die beelden in de stad. Wie heeft ze gemaakt? Wat betekenen die beelden? Wat is het verhaal erachter? Dat zou veel meer moeten spreken, zodat de mensen dat ook veel meer gaan beleven. Zeer de moeite waard. Dus de beeldhouwkunst krijgt eigenlijk te weinig waardering op dit moment? Ja, er zijn prijzen voor literatuur. Denk maar aan al die televisieprogramma's die boeken promoten. Daarmee wordt de literatuur natuurlijk ontzettend ook meer verkocht. We kennen prijzen voor architectuur en voor de schilderkunst. Maar eigenlijk was er geen prijs voor de beeldhouwkunst. En het initiatief is in Apeldoorn ontstaan. En bestaat nu al 15 jaar. En nu is nu vandaag voor de 8e keer de Wilhelmina Ring uitgereikt. Waarom heeft u als jury voor Hans van Houwelingen gekozen? We vinden Hans van Houwelingen zo'n enorm goede kunstenaar, omdat hij kunst moet verrassen, kunst moet prikkelen, kunst moet andere dingen doen. En als je het over buitenbeelden hebt, dan zet Hans van Houwelingen niet zomaar een beeld neer. Die krijgt een opdracht en denkt niet, hop, daar zetten we het beeld neer. Die wil nadenken hoe zo'n beeld werkt, waarom je het rijk neer zou zetten. Hij stelt er vragen bij. En dat doet hij zo goed, zo slim en ook wel zo liefdevol, omdat we dachten, ja, dat is nou iemand die in deze tijd heel veel kan bijdragen aan het denken over beeldhouwkunst en ook aan de aandacht daarvoor. Dus daarom leek het ons heel goed om hem die prijs te geven. Dus het gaat eigenlijk om Hans zijn werkwijze? Ja, maar zijn werkwijze is zijn werk. Dat hoort heel erg bij elkaar. Een goed kunstwerk zet je aan het denken of aan het voelen. Dat brengt iets teweeg. En dat doet hij precies zo. Alleen hij doet het niet door per se iets neer te zetten, maar door daarmee te gaan rommelen, te gaan rotzooien, spanning te ontwikkelen, verhalen te maken. Nou, dat is waar eigenlijk beeldende kunst altijd om gaat. Dus hoe je het doet maakt niet zo heel veel uit als het effect maar goed is. En daar is hij heel erg goed in. Hans van Houwelingen kreeg de prijs uit handen van wethouder van cultuur, Olaf Prinsen. U bent 56 jaar, is het nog niet wat te vroeg voor een oeuvreprijs? Ja, meteen met een goede vraag. Nou, het overkomt je, zoals veel in het leven. En of dat dan vroeg of laat komt, dat heb je maar te nemen, zoals veel in het leven. Bent u uw hele leven al met beeldende kunst bezig geweest? Nou, mijn hele leven niet, maar wel een groot deel van mijn leven. Wanneer begon het? Na de middelbare school. Dus toen ik een jaar of tegen de 20 liep, toen ben ik naar de kunstacademie gegaan. En daarna nog eens een keer een opleiding. En nou, sindsdien ben ik toch wel professioneel kunstenaar. Ja. U werd net vooral geroemd om uw werkwijze. Hoe kunt u uw werkwijze beschrijven? Nou ja, kijk, het is een prijs voor beeldhouwkunst. En wat ik het spannendst aan beeldhouwkunst vind, is vooral dat het op straat staat en mensen confronteert. Of je nou wil of niet, zoiets staat er. En dat staat er ook met een boodschap. Het wil iets betekenen. En dat proces van betekenen, dat interesseert me vooral. Dus het gaat me niet zozeer in eerste instantie over de esthetiek van beeldhouwkunst, als wel over, laat maar zeggen, het maatschappelijke conflict wat het uiteraard altijd in zich meedraagt. Wat betekent deze prijs voor u? Nou ja, het is erg leuk. Ja. Een mooie ring. En een opdracht van de stad. En het is blijkbaar wordt het werk dat ik doe gewaardeerd. Wat vindt u van het ontwerp van de ring? Heeft u hem bij zich? Ja, ik vind het een mooi ding. Ik draag nooit ringen, maar hij is wel lekker stoer. En mijn kiezen zitten erin. Dus. Ja, hoe komt dat uw kiezen erin zitten? Bent u er zelf mee gekomen? Nou ja, ik had een gesprek met de vormgeefster en die wilde iets persoonlijks. En ik had toevallig deze kiezen, want die zijn al 25 jaar uit mijn mond, gevonden in een doosje. En dat was bij toeval op mijn bureau beland. En mijn oog viel erop. Dus zo toevallig is het. En toen zei ik van nou, neem die maar mee. En dan de opdracht voor Apeldoorn. Heeft u al enig idee wat u gaat doen? Nee, maar ik ga wel kijken naar
wat beeldhouwkunst voor Apeldoorn betekenen kan. Dat is ook wat die jury vraagt. En wat er dan uiteindelijk wordt, dat weet ik niet. Maar ik ga daar wel onderzoek naar doen. Voormalig burgemeester van Apeldoorn Hans Esmeijer is tegenwoordig voorzitter van Stichting Wilhelmina Ring. Maar niet voor lang, zo bleek gisteren. U bent voorzitter tot en met vandaag, want dit is uw laatste dag. Is er iets wat u de Wilhelmina Stichting voor de komende jaren wil meegeven? Dat is zo praten over je graf heen. Het bestuur is druk bezig om allerlei verbindingen te leggen in Nederland. En daar moeten ze vooral mee doorgaan. Want de Minering moet eigenlijk het middelpunt worden van de beeldhouwkunst in Nederland. Musea, de opleidingen, de organisatie voor beeldhouwers. Dat allemaal moet eigenlijk culmineren in die toekenning van die prijs.